Wat vaak gezegd wordt, hè, er is een onderscheid in goed en fout. Dat zo sterk is aangezet bij de jongen. Maar eigenlijk is het heel sterk de nadruk op goed. Het gaat over het heldhaftige Nederlandse volk. Wat overvallen is door de vuige Duitsers. En zich daar zeer heldhaftig heeft gedragen. Dat is de boodschap die er wordt uitgedragen. Later werd de indruk gewekt alsof Lou de Jong dat element erin gebracht had van normen en waarden. Hè? Maar in wezen waren dat elementen die zo dicht op de huid zaten, dat het sowieso, zodra het materiaal, zodra de kennis beschikbaar werd, men in die termen zou gaan denken. Mensen als Han Lammers en Renate Roemenstein, die dan zich voor het eerst beginnen te roeren en naar aanleiding van die serie kritiek beginnen te hebben. En wat is hun kritiek? Ja, hun kritiek is in feite dat de juist door die goed-fout dichotomie die zo sterk in het programma heerst, alle grijstinten weg zijn gebleven. En daarmee het beeld van de oorlog eigenlijk onaanvaardbaar is verwrongen geraakt. Goed geweest in de oorlog, niet goed geweest in de oorlog. Daar draaide het op uit. En als je er nu over nadenkt, of teruggaat tot die tijd, ja, welke andere normen kunnen er zijn die je op het gedrag van mensen stelt? De SS wees vrouwen en meisjes aan voor de werkploeg die helpen moest in de gaskamer. Zij hoorden achter zich zeggen: dit werk kan ik niet doen. Het was haar dochter die dat zei. Zwak geworden door mijn onuitsprekelijke wanhoop, zei ik tegen mijn dochter: door jouw weigering wordt er geen mens minder vergast. Ze keek mij aan met haar grote ogen en vroeg toen heel zachtjes: zou jij het doen, mam? Toen moest ik haar gelijk geven. Ik hoorde haar nog zeggen: dan is het goed. Toen werd zij weggevoerd. Hoe is het mogelijk dat iemand zo lang met de oorlog bezig is en daar zo in zit, terwijl die zelf zijn eigen familie heeft verloren? En dat geldt voor de regisseur natuurlijk ook, die ondergedoken had gezeten ook. Ik denk dat daar de motivatie zat van de jongen om zo fanatiek door te gaan. Hoe was het voor u om die aflevering te regisseren? Zoals het vandaag ook nog is om over te praten. Er is gewoon geen dag voorbij gegaan. Geen dag sinds mijn ouders zijn weggehaald dat ik niet aan ze gedacht heb. Dat begeleid je en je gedurende je hele leven. Het feit dat je aan deze tragiek uitdrukking kon geven in een programma van 21 uur, dat was natuurlijk ook een beetje een erkenning. Wat heeft de bezetting voor u betekend? Nou ja, eigenlijk, ik kwam hier werken, toen was de bezetting dus is in de jaren 60 uitgezonden. Ik werk hier zelf vanaf 1976. Maar ik mocht toen veel klusjes voor Lou de Jong doen. En hij had het er heel vaak over. Hij zei wel eens, eigenlijk was de bezetting maar finest hour. Zijn mooiste uur. En met recht. Want in de serie kwam de Jong tot een beeld van de bezetting dat hij later integraal kon overnemen in de serie boeken die hij over de bezetting schreef. Zo sterk was het. Een beeld van het gewonde Nederland dat zich in bange uren toch dorst te verzetten tegen de barbaarse overweldiger. Een beeld waar heel wat op valt af te dingen en dat is sindsdien dan ook gebeurd, maar perfect om alle tegenstrijdige verhalen van verschillende bevolkingsgroepen over de bezetting te verzoenen. Het werd onze oorlog, ons gedeeld verhaal.
ben blij dat ik mezelf aan u mag voorstellen als de verloofde van prinses Beatrix. Ik ben mij wel bewust van uw gevoelens en van de moeilijkheden die hier voor velen van u aan verbonden zijn, na wat in het recente verleden gebeurd is. Klaus die had van zijn omgeving te horen gekregen dat het goed voor hem zou zijn als hij de bezetting zou bekijken, omdat hij dan zou kunnen ervaren hoe eigenlijk die oorlog in Nederland verwerkt werd. En dat is dan ook gebeurd. Die hele serie is op Soestdijk in aanwezigheid van Juliana en Beatrix en Klaus vertoont. Eens in twee weken een aflevering. Wij waren als gasten gekomen, werden voorgesteld. En ik zei, nou, ik ben Klokman. Zei ze, wat vind ik het leuk om u te ontmoeten. Want ik zie alsmaar uw naam voorbij komen op dat scherm. En ik vond het heel oprecht. Ik vond het wel, ik denk, ja, dat is een detail. Dat slaat nergens op natuurlijk, hè, de titelrol. Maar ze voelde zich daardoor toch betrokken met de mensen die het hadden gemaakt. Koningin Juliana had een vraag. Hoe was dit, hoe was dat? En zo ontsponnen zich gesprekken. Voor haar was dat ook nieuw. Zij is de hele oorlog ook niet in Nederland geweest. Dan heb ik hier nog wat aardig. De bezetting werd natuurlijk in de jaren 60 uitgezonden. Video was er nog niet, dus mensen konden de serie niet nogmaals bekijken. Maar er was wel het mogelijk om er nog een keer naar te luisteren. En dat kon de DSLP. Vier OP's die zijn uitgegeven in deze mooie box in 1966. Ik zal er een stukje van laten luisteren. Daar komt. Toen Adolf Hitler op 30 januari 1933 Rijkskanselier van Duitsland werd, waren er maar weinigen in de wereld die het gevaar van het nationaalsocialisme ten volle beseften. Hoe is het om deze stem weer te horen? Ja, ik heb hem altijd mateloos bewonderd. Het was niet iemand die altijd aardig was, want het werk stond altijd centraal, er was op één. Dus hij ging nog wel eens aan de menselijke verhoudingen voorbij. Maar ik moet zeggen, hij heeft ook die oorlog toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. Er is wel eens kritiek op hem, maar ik daag iedereen uit om dat nog eens na te doen. Frankrijk en Engeland lieten het bij papieren protesten. En toen Hitler in september 38 met oorlog dreigde, omdat hij de Tsjechoslowaakse grensgebieden waar de Sudetenduitsers woonden bij Duitsland wilde inleggen. Een uitdaging. En die wordt zondagavond aangenomen met deel 1 van De Oorlog. Een nieuwe serie over de Tweede Wereldoorlog in ons land. Die hoeft niet meer als eerste een totaalbeeld van de oorlog neer te zetten. En heeft dus in zekere zin lichter werk dan Lou de Jong. Maar sinds de Jong dat beeld neerzette zijn er zoveel kanttekeningen bijgeplaatst. Zoveel verhalen bijgekomen of in een nieuw licht gezet. Dat we inmiddels in een situatie zitten die de Jong toch bekend zou voorkomen. Een oorlog die uiteenvalt in losse beelden. Maar hoe is het totaalbeeld? Kijken dus de komende 9 zondagen, 8:15 op dit net. En als u nu al meer bezetting wilt, schakel dan zo over naar het digitale Geschiedenis 24. Dan ziet u de eerste aflevering van de serie De Bezetting van Destijds. Dit was Andere Tijden. Terug naar de onze. Dan ziet u ons volgende week terug met foto's van ons koningshuis die wel of niet openbaar mochten worden.